De Friese Elfstedentocht is een schaatsmarathon, wist je dat? Nee. Oké, okay, maar weet je waar het wordt gehouden? Dus Friese Elftocht. Weet ik niet, wil rennen of zo? Hey, grapjes en grapinnen, mijn naam is Defano Holwijn en dit is een nieuwe aflevering van Wat Weet Jij? Nog steeds bezig met de Wowzers Tour. Wowzers! Volg jij me nog niet op social media? Ga dat dan zeker doen. Want vooral op Snapchat laat ik weten waar ik ben, hoe ik ga, met wie ik er ben en dergelijke. We zijn op dit moment in Middelburg. Het was een eindje rijden. Laat in de reacties weten waar ik nog meer heen moet. En wij komen naar jouw stad, naar jouw festival, naar jouw kermis. Noem het op. Ik ga wat mensen zoeken in Middelburg. Let's go! Uit Zeeland. Zeeuw. Kom je iemand uit Nieuw-Zeeland? Australiaan. Oh, laat maar doen, ik weet niet wat. En daar ging het even mis. Ja, man. Je zei het net, vrij en blij. Zeg het maar nog een keer. Welk niveau doe jij? Hou, man. Vind je dit spannend? Ja. Ik weet dat je bent nu in mijn aura, bro. Je bent in mijn territorium. En die heb ik afgebakend. Dus dit wordt wat. Ja. Iemand uit Italië, noem je een. Italiër. Iemand uit Amerika, noem je een. Amerikaan. Iemand uit India, noem je een. Indiaan. Hell no! Indiaan. Dus al die mensen in India zijn Indianen. Ja. En hij kijkt me doodserieus aan. Van hey, ik meen het. Kwalijke zak. Iemand uit Italië, noem je een. Italiaan. Iemand uit Amerika, noem je een. Amerikaan. Iemand uit India, noem je een. Indiaans. Woe! En daar ging het mis. Hij dacht dat hij snel was, sneller dan het licht. Maar wat blijkt? Je deed niet je plicht. Ja, ik moest iets laten rijmen, jongens. Maar in ieder geval, fout. Iemand uit Italië noem je een? Italiaan. Iemand uit Amerika noem je een? Amerikaan. Iemand uit India noem je een? Indiaan. Iemand uit Italië noem je een? Italiaan. Iemand uit Amerika noem je een? Amerikaan. Iemand uit India noem je een? Indonesisch. Dit slaat af. Dit is echt ja. Het beste wat ik ooit heb gezien. Iemand uit Italië, noem je een? Hey, je stelt echt van die vragen dat ik niet weet. Even serieus, daar hoef je toch geen raketgeleerde voor te zijn. Amerika? Amerikaan. India? Indiaan. Hoe noem je iemand uit Amerika? Amerikaan. Iemand uit Italië? Italiaan. Iemand uit India? Indiaan? Nou, hier word je toch gewoon echt levensmoe van. Iemand uit Italië is een? Italiaan. Iemand uit Amerika is een? Amerikaan. Iemand uit India is een? Indiër. Woe! Slimme jongen. Ja, ik ga gewoon geschoold. Gewoon geschoold? Doe rustig. Als je de Nederlandse vlag een kwartslag naar rechts draait, welke vlag heb je dan? Geen één. What the hell are you talking about? You're smart. Ja, you're so smart. Ja, man. You're so smart. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja, man. Ja. Als je de Nederlandse vlag een kwartslag naar rechts draait, welke vlag heb je dan? Blauw, wit, rood. Are you serious? Ja. Als je de Nederlandse vlag een kwartslag naar rechts draait, welke vlag heb je dan? Frans, toch? Woe! Lekker snel. We gaan door. Solo, maak af. Solo, duo, trio. Quattro. Ik ben een domme jongen, de domme jongen. Ik weet het echt niet. Wat? Wauw. Dat is sowieso Sharon en 11 Quattro. Misschien heeft hij daardoor dacht ik van het is gewoon Quattro. Solo, duo, trio, Quattro. Wat? Je bent exotisch, man. Ja, klopt. Solo, duo, trio. Quartet. Als je 16 kwartetten hebt, dan heb je... Je vindt wel heel veel grappig. 72. You the fuck! Maak af. Solo, duo, trio. Quartet. Als je 16 kwartetten hebt, hoeveel heb je dan? 54. Ik vind het niet normaal. Jammer, hè? Ja, man. Jammer, bro. Jammer, bro. Doe jammer. Jammer, man. Jammer. Jammer, man. Jammer. Jammer. Jammer? Ja, duidelijk. Maak af. Solo, duo, trio. Kwartet. Als je 16 kwartetten hebt, dan heb je...
Een dozijn. Hou mijn mic vast. Ik ben er klaar mee, jongens. Oh mijn god. Mensen, het moeilijke aan wat weet jij is vaak om niet te lachen. Want ik heb het gevoel, als ik niet lach, dan geef ik jullie de ruimte om te lachen. Als ik te veel lach, dan ga ik te veel in jullie vibe. Maar dit was zo'n momentje. 16 kwartetten, dan heb je een dozijn. Dit is extraordinary. Your answer was iconic. Solo, duo, trio. Nee, ik weet het niet. Squad dat. Solo. Ik weet het niet. Duo. Trio. Doe niks. Gele flat tot de dood. Shut your mouth, man. Maak af. Solo. Duo. Trio. Nee, ik heb hem niet. Ik weet het niet. Quattro? Quattro is in the building. Ik snap het even niet meer. Wat dacht je? Viro, maar... Heel erg schrik, hè? Je hoort het niet vaker. Dat kan helemaal niet. Hetzelfde als Quattro, is dit zo slecht? Oh my god. Ja, sorry, we zijn er niet goed in. Dames, kwartet. Ja. Oh ja. Nu weet ik het. Nee, man. No. Hey. Wat? Nee, zeg iets. Solo, duo, trio. Ik weet niet wat. Ik weet die tori niet, man. Ik merk dat je wel iets in je hoofd hebt, maar je denkt, ik ben bang om het te zeggen. Let it all out. Solo, duo, trio. Vier, man. Oh, fucking domme gast dat je bent. Maak het spreekwoord af, wie niet sterk is. Die kan geen klap uitdelen. What? Ik vind het wel creatief. Ben jij sterk? Ja, man. Jij bent sterk? Sowieso, man. Nou, het andere, wat bij deze... Ja, nee, laat maar. Ja. Spreekwoord voor jou, wie niet sterk is? Slim. Net niet. Net niet. Nou, ik vind hem wel een goeie. Wie niet sterk is, slim. Ben jij sterk of slim? Ik denk slim. En niet sterk? Nou. Beetje. Al. Oké. Spreekwoord, maak af. Wie niet sterk is? Wie niet sterk is... Die is niet sterk. Domme hol, Edward. Zie je? Zien jullie? Zag je dat knikje? Hey, editor, zet het terug. Zag je dat knikje? Dat betekende, er komt iets legendarisch aan. Ik voel het aan, mensen. Ik weet wanneer iets legendarisch eraan komt. Wie niet sterk is, die is niet sterk. Oh my god. Hey, shout out naar jou, man, bro. Thanks. Maak het spreekwoord af. Wie niet sterk is... Moet slim zijn. Ben je het mee eens? Zeker. Spreekwoord. Dit is een spreekwoord. Maak het af. Wie niet sterk is? Wie niet sterk is, is... zwak. No! Ik ben dom. Dat meen je niet. Wat ben je? Dom. Hoezo? Gewoon omdat ik niks weet. Maar als je iets niet weet, dat maakt je niet dom. Jawel. Nee, toch? Jawel. Dat maakt je onwetend. Nou, ook goed. Ook dom. Ik zei ook goed. Ja, kijk, ik mag je niet dom noemen. Jij mag jezelf wel dom noemen. Ik ben dom. A-woorden. Wie niet sterk is... Is zwak. Doe nou niet zo stom! Ja. Ik zei toch, ik kan het niet. Oh my god. Ja, wie niet sterk is, is wel zwak, maar dat is het spreekwoord niet. Maak het spreekwoord af. Wie niet sterk is... Moet slim zijn. Woe! Ben jij sterk of slim? Ik ben niet slim. Ik ben gewoon verstandig. Hij is niet slim, hij is verstandig. Wat schattig. Ik ga jullie een paar vlaggen laten zien. En jullie moeten zeggen welk land bij de vlag hoort. Oké, jij begint. Zwitserland?
Zwitserland. Volgende. Zweden. Woo! Volgende. Wow, nee man, deze weet ik niet. Geen idee. Nee man. Nee man. Deze weet ik echt niet man. Jij misschien. Nigeria. Oh my god. Wat? Welk land? Nigeria. Nigeria. Hoe heet het land? Nigeria. Nigeria. Ja, toch? Word je vaak genegeerd op app? Nee, nee, nee. Kan toch? Ik ga jullie nu een paar vlaggen laten zien. En jullie moeten mij zeggen bij welk land het hoort. Ready? Hey, wow, ja. Ja, sorry. Oké. Okay. Deze is voor jou. Vlag 1. Zwitserland. Woe! Vlag 2. Ook Zwitserland. Maar ik snap er helemaal geen hond van. Ik ga, mensen, voor het geval, ik gaf er een andere vlag. En ze zeggen, het is ook Zwitserland. Zo van, landen hebben alternatieve vlaggen. Ik heb dezelfde vlag liet zien. Laat maar gaan. De laatste vlag. Weet ik veel, iets van Vietnam of zo. Ah, dat klopt natuurlijk van geen kant. Vietnam. Ik heb echt geen idee. Ik ga je vlaggen laten zien en dan moet jij mij zeggen bij welk land het hoort. Ja. Dit is? Zwitserland. Woo! Dit is? Zweden. Woo! Dit is? Bulgarije. Woo! Zeg ook die woo! Woo! Hey, ik ben ziek man, dat kan je niet aan mij. Ah, maakt niet uit, maar het was oké, het was oké. Welk vlag zit? Zwitserland. Woo! Welk vlag zit? Zweden. Woo! Welke vlag is dit? Bulgarije. Woe, woe. Zeg maar, woe. Woe. Bedorven melk, hoe zeg je dat in het Engels? Milk. Het leven is kut. Het leven is kut. Wauwzers. Ik weet niet, man. Wacht, denk er vanaan, denk er vanaan, denk er vanaan. Blijf staan. Had je echt je telefoon bijgepakt? En wat je dan grappig, je pakte eerst je telefoon en daarna vroeg je me. Fuck it. Bedorven melk, hoe zeg je dat in het Engels? Hoe lang heb ik bedenktijd? Ik weet het niet. Je moet nu wel antwoorden, kom op. Je kent het. Bedorven melk. Ja, dat, maar als ik dat zei, dan dacht ik dat ik het fout had. Zeg het maar, probeer het. Hoe? Bedorven melk. Kut, kut, kut. Nog één keer. Bedorven melk. Kut, 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 kut. En nog een keertje kut. Nee, ik heb het slecht. Je kijkt echt. Wat heet die kam? Dorfin Milk. Deze man zet even zijn hulplijn in. Iemand hier weet het antwoord wel. Bedorven melk is? Bedorven melk. Ga er gauw maar weer uit. Ga er gauw maar weer uit. Spel het woord enthousiast. Jezus. Nee, Christus. ik weet niet man. A, N, T, C. Nee, ik weet het echt niet. A, N, T, C. Ik weet niet naar welk woord je ging. Maar ik ben niet zo enthousiast over je antwoord. Het is oké. Het is oké. Zeg toch, ik ben dom. Ik ben niet dom. Ik ben onwetend. Nou, onwetend dan. Heb je nog wat te zeggen tegen de kijkers thuis? Shout-out. Kom maar. Naar iedereen, man. Shout-out. Nou, normaal zijn we slimmer. Maar? Maar door de stress. Heb je wel eens dit programma gekeken? Ja, zo vaak. Wel eens mensen uitgelachen? Ja, best vaak. Vind je het erg dat ze jou nu uitgelachen? Ja, eigenlijk wel. Oh. Hij is leuk.
Nou jongens, jullie horen het, ik ben leuk. Gezellig. En gezellig. Grappig. En grappig. De perfecte man dus. Ja, precies. Ik hoop dat jullie gelachen hebben. Ja. Je gunst het wel. Ja, ja hoor.